Oh, dat was een opvallend begin van deze glasvezelactie. Ja, zeker. Heel mooi om te zien. Alleen al dat er zoveel mensen zijn. En als je dan ook nog met wat vuurwerk uiteindelijk de eerste handeling kunt verrichten, dat is alleen maar supermooi. Hoe belangrijk is het dat hier glasvezel in het buitengebied komt te liggen? Ja, ik denk heel erg belangrijk. Als je puur kijkt voor de leefbaarheid, ook op het platteland, is het natuurlijk belangrijk voor agrariërs, maar ook voor het toerisme. Want vroeger was de vraag van pap en mam, is er een zwembad? En nu is het toch vooral de vraag van, is er wifi? Dus ik denk dat het heel belangrijk is. En was het lastig om dit te realiseren? Nou, we hebben natuurlijk een speciale methode. We hebben zelf het netwerk aangelegd. Dat vraagt wel wat inspanning. Maar uiteindelijk hebben we wel juist heel veel steun gehad van alle buurtcommissies. Die juist iedereen hebben overtuigd dat glasvezel zo belangrijk is. En wat is globaal gezien de planning? Dit jaar moet het ook alles afgerond zijn? Of? Ja, we hopen dus eind dit jaar in ieder geval heel ver te zijn. En dat iedereen gebruik kan maken van het glasvezelnetwerk.